Welkom heren, goed dat jullie hier zijn. Vandaag wil ik het met jullie hebben over zweetvlekken. Zweetvlekken, je kent ze wel. Vooral onder je oksels. Het is warm en je hebt een lichtgekleurd overhemd aan. En binnen no time heb je eigenlijk zo'n hele natte plek onder je oksel. Geen zorgen, ik heb de oplossing voor jullie en ik ga deze vandaag met jullie delen. Nu ik tot deze ontdekking ben gekomen, kan ik gerust mijn armen weer altijd omhoog doen en wijzen waar ik maar wil. Het maakt allemaal niet uit, want zweetvlekken heb ik gewoon niet meer. Voordat ik jullie het geheim ga vertellen, mijn naam is Patrick en dit is mijn kanaal. En op mijn kanaal vertel ik jullie alles over stijl voor mannen, kleding voor mannen en allerlei andere handige tips, zodat jij de beste gentleman kan zijn. Mocht dat je interesseren, vergeet dan natuurlijk niet gelijk even om te abonneren op mijn kanaal. En druk ook gelijk even op de like button. Dat helpt mijn kanaal namelijk enorm. Laten we er snel in duiken. Nou, zweten doen we natuurlijk allemaal. Sommige mannen hebben er natuurlijk veel meer last van dan andere mannen. Maar ik persoonlijk heb ontzettend veel last van het zweten. Voornamelijk onder mijn oksels. Ik zweet daar eigenlijk altijd. Zelfs als het winter is en ik vries mezelf dood, heb ik nog steeds zweetplekken. Ik heb er op verschillende manieren tegen proberen te gaan. Met ondershirts, met speciale deodorant, met speciale stoffen van kleding, luchtige stoffen. Echt waar, ik heb alles geprobeerd. En veel van die dingen werken ook best wel goed. Maar aan het einde van de dag, als je toch echt 8 uur, 9 uur in de kleding hebt gelopen, beginnen de zweetvlekken toch langzaam door te dringen. Laten we beginnen bij het begin. Wat doe ik om mijn zweetplekken nu volledig te hebben verwijderd? In de afgelopen paar weken heb ik iets ontdekt om ervoor te zorgen dat ik nooit meer last heb van zweetplekken. Om te beginnen ga ik natuurlijk altijd 's ochtends even goed douchen, zodat alle geurtjes en alle zweet volledig onder mijn oksels vandaan verdwenen is. Daarna gebruik ik vaak een goede deodorant. De deodorant die ik momenteel gebruik is Rexona Cobalt Dry. Perfecte deodorant met antitransparant en antiperspirant erin. Wat ontzettend goed zorgt dat je oksels niet gaan stinken over de dag heen en relatief droog blijven. Het stopt het zweten zeker niet helemaal, maar het houdt het wel enigszins in bedwang. Waarbij als ik deze niet gebruik, ik eigenlijk binnen een uur na douchen al zweetvlekken in mijn overhemd heb. En als ik deze wel gebruik, nou, dan duurt het meestal zo'n 3 of 4 uur voordat ik echt goed begin door te zweten. Niet alleen dat, ik heb ook nog een groter geheim ontdekt. Ik heb namelijk de perfecte ondershirts gevonden om zweten volledig te stoppen. Zoals je kan zien, ik draag er nu een. En dit is echt het grote geheim. Geen zweetplekken. Ik heb fiber shirts ontdekt. Fiber shirts zijn shirts die speciaal gemaakt zijn om het zweten tegen te gaan. En om ervoor te zorgen dat je de gehele dag gewoon geen zweetvlekken in je overhemd hebt. Ik heb namelijk 2 shirts toegestuurd gekregen van fiber shirts. En deze heb ik de afgelopen 4 weken flink getest. Ik heb ze meerdere keren gedragen, meerdere keren gewassen. En ben zelf eigenlijk ontzettend verbaasd hoe goed ze werken. Een fiber shirt, je krijgt hem binnen in zo'n nette verpakking. Zoals je kan zien. Hierin zit het fiber shirt. Als we die openmaken, dan hebben we hier een mooi zwart shirt. De shirts zijn gemaakt van een microvezel met spandex erin, waardoor ze lekker stretchy zijn en goed om je lichaam altijd heen passen. En het grote geheim van fiber shirts, je kan het hier misschien een beetje zien, is het gedeelte wat ze in de oksel hebben genaaid. Er zit een soort van pad in, een soort van extra lage stof, die het zweten tegengaan, maar ook ervoor zorgen dat water en vocht niet door de oksel heen kunnen. Zoals je ziet, ik draag er nu eentje en je ziet hier duidelijk die pad zitten. Waarbij extra lage stof zitten om het zweten tegen te houden en ervoor te zorgen dat het niet door je shirt heen gaat. En dat werkt echt. Ik heb mijn shirts nu, ik heb ze nu ongeveer 4 weken geprobeerd. En ik heb verschillende overhemden gedragen. En ik merk gewoon aan mijn overhemden, niet alleen dat ze ontzettend droog blijven, ze blijven ook nog eens schoon. Ik kon eigenlijk nooit een overhemd 2 keer aan. Omdat je daarna echt wel de zweetlucht in het overhemd zat. En het overhemd redelijk, ja, kort door de bocht gezegd, stonk. Moest het ook echt gewassen worden. Nu kan ik sommige overhemden zelfs 2 keer dragen, omdat dit shirt eronder zit. En dit shirt houdt eigenlijk alle luchtjes tegen. En zorgt er ook voor dat je shirt eigenlijk niet vies wordt. Waardoor je hem eigenlijk gewoon nog een 2e keer kan dragen. En dat heb ik ook al een paar keer gedaan. Ook vind ik het ideaal dat de fiber shirt een goede diepe V-hals hebben. Waardoor je ervoor kan zorgen. Je kan hem zelf nog een beetje naar beneden trekken, de V-hals. En je kan er goed voor zorgen dat je shirt dus eigenlijk niet te zien is. Tenminste, je ondershirt niet te zien is. Dat is natuurlijk wat je wil, want we weten het allemaal, hè? Als jullie een overhemd aan hebben, doe je de bovenste 2 knoopjes open. Dat ziet er gewoon een stuk beter uit. En dan wil je niet je ondershirt daaronder zien. Ook is de lengte van de fiber shirts echt ideaal, waardoor je ze goed in je broek kan stoppen en er zeker van bent dat ze dus niet losgaan en onder je shirt gaan hangen. Zoals je kan zien, de lengte van een fiber shirt, ja, valt echt ver over mijn kruis heen. Dus dat is meer dan genoeg om ervoor te zorgen dat dat ondershirt goed in je broek blijft zitten. Toen ik de shirts binnenkreeg, was ik een klein beetje sceptisch. Want ik dacht van ja, op een gegeven moment gaat dat toch echt wel doorlekken.
Maar na veel geprobeerd te hebben, het lekt gewoon niet door. En niet alleen lekt het niet door, ik weet niet wat voor stof het is, maar wat ze precies gebruiken. Maar ook geurtjes, nadat ik het shirt uitgetrokken heb en ik ruik eraan, zijn ook gewoon een stuk minder dan op het moment dat ik normale katoenen shirts draag. Dus mocht jij flink zweten onder je oksels als bang zijnde en wil je zorgen dat absoluut niet doorlekt, dan zijn die ondershirts van Fibershirt het echt dubbel en dwars waard. Het loopt ook niet langs je oksel. Al het water en al het zweet wordt netjes opgevangen in die okselpad, zeg maar, die erin zitten. En dat wordt daar ook behouden. Dus ook langs je oksel of beneden, onder je oksel. Het lekt gewoon niet door in je overhemden. Je hebt de Fibershirts eigenlijk gewoon in twee kleuren. De zwarte kleur die je hier ziet en de witte kleur. Nou ja, de witte kleur natuurlijk voor je lichte overhemden en de zwarte kleur voor je donkere overhemden. Nou zie je bij je donkere overhemden de zweetvlekken vaak een stuk minder. Maar alsnog vind ik het echt wel een groot voordeel dat je overhemden gewoon meerdere keren kan dragen als je die fibershirts eronder hebt. Want je overhemden gaan gewoon niet stinken en blijven gewoon ontzettend schoon en vrij van zweet. Op deze manier kan je natuurlijk ook je levensduur van je overhemden weer ietsjes vergroten doordat je ze twee keer kan dragen voordat je ze bijvoorbeeld in de wasmachine stopt. Dan gaan ze gewoon net iets langer mee als dat je ze iedere keer nadat je ze gedragen hebt door de wasmachine heen moet halen. Beneden in de beschrijving zal ik een link achterlaten naar de Fibershirts die ik heb gebruikt mocht je geïnteresseerd zijn. En mocht je ze dan willen hebben, heb ik ook nog een mooie code, FIBER10, om 10% korting te krijgen op de shirts. Wellicht ook handig. Yes heren, ik hoop dat ik jullie een klein beetje geholpen heb en kan zorgen dat jullie nooit meer last hebben van zweetvlekken. Mocht je deze video leuk vinden en het geholpen hebben, laat dan alsjeblieft even een like achter op de video. Vergeet niet te abonneren, dan weet je zeker dat al de volgende video's die ik maak direct naar jou toe komen. Druk natuurlijk ook even op het belletje. En dan zie ik jullie uiteraard weer graag bij de volgende video. Laters!